Gay. Federer. Ja, misschien had hij de punten nu nog korter wil houden, Matosevic, omdat hij ook nog natuurlijk last heeft van die nek. Heel gunstig is het allemaal niet voor de Australiër. Het zijn twee overwinningen hier van Matosevic. Dat waren zijn eerste zegens bij dit toernooi in Brisbane. Verleden niet echt lekker tegenstanders geloot in de openingsronde. Andy Roddick, Tommy Haas, Kei Nishikori. Hij speelt te gehaast met veel te veel risico. 15, 13. Federer gaat op jacht naar de dubbele break en de genadeklap in de wedstrijd. Zou die uit kunnen zijn, maar hij is niet overtuigd. Waarschijnlijk in. Vraagt dat aan de lijnrechter. Of hij maar goed voor die daar aan de kant zit. Toch uit. De dubbele break is inderdaad een feit. Roger Federer gaat comfortabel aan de leiding met 6-1 en 4-1. Ja, een veredeld trainingspotje, zo zou je het wel kunnen omschrijven zoals het nu gaat. Tegenstander in de halve finale voor Federer is Jeremy Chardy. De Fransman als 8e geplaatst, won vandaag van Sam Groth. Die op zijn beurt eigenlijk een beetje mazzel had, want Kevin Anderson was als 4e geplaatst. En die kon niet aan de start verschijnen. Dus Groth kreeg in de tweede ronde een walkover. Onderin zijn het Hewitt en Nishikori die in de halve finale staan. Nishikori was 2e geplaatst. Krijgt zijn handen vol aan Leighton Hewitt en aan het Australische publiek natuurlijk. Wat dat betreft leuk dat Leighton Hewitt in ieder geval wel in die halve finale staat. Van het Oostwits kun je bijna niet natuurlijk verwachten. Dat hij voor een verrassing gaat zorgen. Matosevic, hij kan niet echt genieten van deze wedstrijd.
Het is wat overmoedig om te denken dat je op tempo mee kan blijven spelen met Federer. Love game voor Federer. Het gaat heel snel en heel rap in deze partij. 1 minuut en 21 seconden deze laatste service game. 6-1, 5-1. Oeh, niet genoeg ruimte gemaakt. Hij heeft het niet alleen lastig met Federer, maar vooral ook lastig met zichzelf, Matosevic. Vanaf het begin van de wedstrijd oogt hij ontzettend onrustig. Het is eigenlijk helemaal geen wedstrijd geweest, deze laatste kwartfinale bij de mannen. Eenrichtingsverkeer. Er was alleen hoop in de openingsgame voor Matosevic met 3 breakpunten op de service van Federer. Maar daarna was het eigenlijk al heel snel gedaan. Dit is eigenlijk een tank. Onbegrijpelijk dat Matosevic zo uiteindelijk de wedstrijd wil eindigen. Daar kan hij toch niet trots op zijn. Natuurlijk is het mooi om in de kwartfinale te staan. Maar zijn houding op de baan, ook al heb je ergens last van. Als je op die baan staat, dan ga je ervoor. En dan moet je niet zeuren, want anders moet je gewoon van de baan afstappen. Maar goed, hij heeft verder geen boodschap aan. Binnen het uur, 57 minuten. 6-1, 6-1. En,